In de Sassestraat zijn de ruiten niet meer veilig. De laatste weken worden vele winkelruiten bekrast en zelfs ingegooid. De eigenaren zijn het helemaal zat en de kosten zijn inmiddels enorm opgelopen. Je bent er goed ziek van en de lol gaat er wel vanaf op deze manier, ja. Ja, het is niet leuk dat het gebeurt en ik zou het graag ook eens bij hun willen doen. Even kijken wat zij ervan vinden. De tweede ruit in 1 week. Ja, dat is de tweede keer in 1 week. Hij heeft er net een weekje in gezeten. Nog niet eens, vorige week maandag is die gemaakt en woensdagnacht om 2:15 lag hij er alweer uit. De ramen zijn weer bekrast. Ja, het is weer de zoveelste keer dat het gebeurt, hier vooral in de Sassestraat. Dus je hebt hier te maken met het nachtleven en dan gebeurt het wel eens. Dus je kunt er eigenlijk wel op wachten dat het is eens in de zoveel tijd gebeurt. Maar het is niet leuk natuurlijk. Hoe komt het, denkt u? Poging tot inbraak. Voor een klein dingetje eigenlijk. Ze hebben flink geslagen. Ja, behoorlijk, met een moker. En gelukkig had ik een buurman aan het eind van de straat, die heeft hem proberen te pakken, maar die begon ook met die moker op hem in te slaan, dus die is toch maar losgelaten. Ja. Het kost heel wat geld. We hebben hier in oktober in ons andere pand hebben wij ook weer een nieuw raam moeten zetten, omdat daar een bierflesje doorheen gegooid is. En nu kwam ik daar laatst ook weer achter dat het weer bekrast is. Dus ja, dat is even €3.000 wat weggegooid geld is. Wat kan eraan gedaan worden, denkt u? Nou, ik denk dat er dus echt nu camera toezicht moet komen hier in deze straat en surveillance van de politie. Dat lijkt me toch wel het geval. Het is niet een incident van 1 keer, maar het gebeurt nu dus door de hele straat heen, constant.